Over IT-recycling, die we samen gaan organiseren met twee van onze partners, Holland Recycling en Sims. Mijn naam is Erik Barendsen. Ik ben binnen de DDA beleidsmedewerker, zoals dat zo mooi heet, voor energie en duurzaamheid. En ik ga deze sessie een beetje begeleiden. Het is een interactieve sessie. We gaan een aantal vragen stellen die we in de vorm van een poll aan de deelnemers van deze sessie gaan voorleggen. Afhankelijk van het resultaat van die poll gaan we bespreken. En daarin we gaan in totaal 7 stellingen neerzetten. Het is een hele eenvoudige, het is gewoon een waar of niet waar. Jullie hoeven verder niet heel hard na te denken over de inhoud van je antwoord. Het is puur een ja of nee stelling. En daarna zullen Luc en Jelle zullen op die stellingen ingaan en daar een discussie aan gaan met elkaar. En misschien zijn in sommige gevallen zijn ze het met elkaar eens en misschien in sommige gevallen zijn ze het niet met elkaar eens. De bedoeling is uiteindelijk dat we jullie als deelnemers en partners willen informeren over de mogelijkheden. De sessie is gepland voor ongeveer 3 kwartier. En we willen hem een beetje hierover hebben. Het is natuurlijk ik noem het maar even een warm-up. We kennen waarschijnlijk allemaal, als we praten over IT-recycling, over recycling in het algemeen, de ladder van Lansing, waarin preventie natuurlijk helemaal bovenaan staan en daarna zie je hergebruik en recycling. Dat wordt ook wel een belangrijk onderdeel van onze discussie. Wat is nou eigenlijk beter, hergebruik of recycling, voordat we de dingen gaan verschrotten. Waarom is hergebruik en recycling in mijn optiek van groot belang? Is omdat we natuurlijk met de digitale economie steeds afhankelijker worden van allerlei mineralen en critical materials die we nodig hebben om de energietransitie te realiseren, maar ook om de digitale economie draaiend te houden. En wat we natuurlijk in Europa ook al lang zien, is dat we daar steeds afhankelijker van worden van buitenlandse partijen en zeker niet in de minste geringe mate van China. Dus het is ook belangrijk dat we als Nederland, als Europa, onze eigen materialen, zeker de kritieke materialen en minerals, zo optimaal mogelijk gebruiken om die afhankelijkheid van buitenlandse grootmachten te beperken. Nou, de resterende vraag is natuurlijk, doen we als datacenterindustrie verder genoeg aan recycling, aan reuse en eventueel als het dan toch verschrot moet worden, doen we dat op de juiste manier. Nou, dit is de agenda. Welkom waar we nu aan bezig zijn. Ik zal aan Jelle en Luc vragen om zich even voor te stellen als ze de eerste keer het woord krijgen. En over een paar minuutjes beginnen we dan met de interactieve sessie, met de polls en de reacties van de sprekers. Planning is om 3 kwartier bezig te zijn. Maar mochten er veel vragen zijn, dan hebben we tot 1 uur eventueel om extra vragen te beantwoorden. Nou, de huishoudregels, graag even iedereen op mute, maar ik zie dat dat al gebeurd is. Heb je een vraag, graag even via de chat of anders via de raise hand functie. Dan zal ik proberen om een ieder een woord te geven die het woord wil hebben. Goed, dan is het eigenlijk nu tijd voor de eerste mythe, of eerste stelling, laten we het niet een mythe noemen. En dat is eigenlijk alle recycling is slecht en het hergebruik van apparatuur is altijd beter. Graag jullie reactie hierop en dan kijken we over een paar seconden wat de algemene mening hierover is. Nou, ik ben benieuwd. Judith zit achter de knoppen, dus die kan zien of iedereen actief meedoet. En hier hebben we dan de eerste resultaten. Interessant. De meeste mensen denken dat het inderdaad niet waar is. Dat is interessant, want dat is in tegenstelling tot wat de ladder van Lansing zegt.
En ik wil dan graag hierover Jelle het woord geven. Dankjewel Erik. Jammer gevraagd om, als je het woord gaf, dat ik even kort kon vertellen wie ik ben. Heel graag. Ik ben Jelle Slenters. Ik ben verantwoordelijk voor Sleep Lifecycle Services in EMEA en India. En ik heb het als doel om onze industrie circulairder te maken. Dat doen wij als bedrijf wereldwijd. De landen van Lansing is daar een heel mooi uitleg voor. We zijn heel erg actief wereldwijd in het recyclen van de cloud. En recyclen niet zozeer in alleen maar wat iedereen denkt dat recycle verschotten is. Maar er zit een heel model achter waar we heel actief onze industrie, waar we allemaal actief in zijn, circulairder kunnen maken. Als we gaan kijken naar die mythe, we hadden het er net over, Luc. Jij zei dat het waar is en ik zei dat het niet waar was. Dus ik heb hier de grootste deel op mijn hand. Wat grappig is, want het doet me deugd. We hebben heel veel in de wereld denken dat recyclen slecht is. Omdat we denken dat recyclen het einde van een keten is. En wat wij doen in Europa, maar zeker in Nederland, als je ziet het niveau van onze recyclingindustrie, als het gaat om elektronica recycling, is van zo'n hoog niveau, dat er eigenlijk e-waste bestaat niet. Het is immateriaal wat we eigenlijk terugbrengen in een keten. Dus we zullen zien eigenlijk, als je kijkt naar recycling, is dat je 90-95% van de materialen die je ontvangt, die gaan weer terug in een keten. Dus het is niet zo, dus wat iedereen denkt, dat recyclen het einde is. Maar het is eigenlijk meer het begin. En als je denkt in circulair denken, is dat de stap die we nodig hebben. Nou moeten we natuurlijk niet voorbij gaan aan het woord hergebruik. Alleen, dit is waar we in de industrie mee worstelen. We zien dat heel veel bedrijven stellingen hebben als zijnde, we willen x% percent hergebruik over recycling. Nou, en dat vinden wij een hele gevaarlijke methode. Want dat betekent eigenlijk is dat je stuurt op 90-95% hergebruik versus recyclingvolumes. Nou, als je kijkt naar onze cloud-industrie, als je kijkt naar de materialen die we ontvangen, is niet al het materiaal wat binnenkomt per definitie geschikt voor hergebruik. Terwijl als je kijkt naar eendimensionale percentages die je wil creëren, dan kun je dus heel makkelijk een heel hoog hergebruikpercentage creëren. Maar als je kijkt naar een server, niet alle servers zijn in zijn geheel herbruikbaar. 70% is staal, 10% is aluminium en 20% zijn de waardevolle componenten. Dan moet je denken aan de CPU, aan de memories, dat soort dingen. Ja. En dat is wat wij als industrie doen, zijn die belangrijke componenten eruit halen, daar waar het hergebruik van toepassing is en daar waar de materialen niet herbruikbaar zijn. We dus een hele gedegen manier van recyclen, lees en terugbrengen naar materialen in onze keten bewerkstelligen. Maar nu, ik was het dus eens met de groep, jij? Ik was het inderdaad oneens met de stelling. Maar inderdaad, ik ben het eens met het verhaal dat recycling altijd slecht is en dat hergebruik altijd beter is. Precies om de reden die jij ook eigenlijk aangeeft. En ik denk dat het een duidelijk verhaal is. Belangrijk is dat mijn inziens dat de materialen die voor recycling worden aangewend, dat die de juiste bestemming krijgen. En materialen die voor hergebruik in aanmerking komen, eveneens de juiste bestemming krijgen. En wat jij zegt, het harvesten van componenten zorgt er in ieder geval voor dat die op de juiste manier weer worden ingezet. En als je puur kijkt naar de complete devices, en je zou die met minimale inspanning zou je die weer op de markt brengen, dan is er altijd een markt voor te vinden. Ik zeg, overal is een markt voor te vinden. Alleen de vraag is of dat dan een verstandige markt is. Dus ik, wat dat betreft deel ik die mening van jou 100%. Oké. Nou, dank jullie wel. Ik vond het wel interessant. Het hergebruik versus recyclen. Ik bedoel, we hebben het daar even van tevoren ook over gehad. Jullie zeggen, ja, als je het hergebruikt, dan kan je dat misschien verkopen. Maar uiteindelijk weet je dan niet waar het materiaal alsnog belandt na de tweede levensfase van zo'n product. Zijn er bepaalde certificaten voor of zijn er bepaalde garanties voor dat indien klanten bij jullie de apparatuur inlevert, dat soort dingen niet gebeuren? Geven jullie daar bepaalde certificeringen voor af?
Nou, binnen Europa en in Nederland hebben we een Wielerbeck certificering die je moet hebben als recycler. Dus op het moment dat jij besluit om van je spullen een afscheid te nemen, dan doe je er goed aan om een recycler te kiezen. Die zich daarmee heeft omarmd. Dat is eigenlijk een stukje garantie die je krijgt, zodat je het goed doet. Daarbovenop hebben we industriestandaarden. Moet je denken aan de R2 certification. Dat komt overwaaien vanuit Amerika, waarin je een hele goede, gedegen downstream vendor audits. Het is eigenlijk, wij gaan upstream de spullen waar het vandaan komt, downstream waar het uiteindelijk naartoe gaat. Ja, die keten die maken inzichtelijk. En vroeger was het heel erg intransparant. Iedereen was bang. En we leven tegenwoordig in een markt waarin, iedereen heeft het over technologie, smart contracts. Het inzichtelijk maken van wat er met spullen gebeurt. Ja, dat is aan de orde van de dag. En dat mag je ook best om vragen. Okay. Best je partners vragen, wat doe je ermee? Alleen, nogmaals, ik denk dat hier de call to action is voor iedereen. Om eens heel goed naar je KPI's of naar je doelstellingen te kijken van, joh, wat wil ik nou bewerkstelligen? Als je puur en alleen een hergebruikpercentage zet ten opzichte van recycling, dan denk ik dat het voorbij gaat aan het doel. Want wat Luc zegt, we kunnen 100% hergebruik creëren. En dat is eigenlijk meteen het probleem wat we zien, want er gaan materialen naar bestemmingen waar het eigenlijk niet naartoe zou moeten gaan. Of er gaan worden materialen verkocht waar eigenlijk geen restwaarde in zit. Nou, en dat is die transparantie die probeer je te zoeken bij je vendoren. En de goede die mee en de niet goede die zal zich meer beschermend opstellen. En durf het vragen, zou mijn advies zijn. Oké, goed. Nou, dan gaan we even door. Ik had daar nog een andere vraag over, maar misschien komt die straks nog terug bij de volgende stelling. En dat is eigenlijk de stelling, e-waste bestaat niet. En dat is natuurlijk direct volgend op de discussie die we nu hebben gehad. Dus ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen. Kijk, een wat meer verdeeld beeld. Ja, leuk. interessant. Die vraag die stuur ik even door naar Luc. Alhoewel, ik zie ook een vraag binnenkomen van Elisabeth Leegwater. Dank voor je vraag. En die vraagt eigenlijk nog een stelling die we zelf nog niet hebben meegenomen. Maar dat is eigenlijk naar de bovenste treden van de ladder. Oftewel compleet het preventie. Kunnen wij als industrie, kan de IT-industrie bijvoorbeeld iets doen aan de preventie? Maar daar komen we waarschijnlijk later nog wel even op terug. Ik neem hem mee, Elisabeth. Het woord is nu aan Luc over de stelling over e-waste bestaat eigenlijk helemaal niet. Ja, dankjewel Erik. Bedankt ook voor de uitnodiging Dutch Data Center Association. Ik zal me heel even kort voorstellen. Mijn naam is Luc Bongers en ik ben verantwoordelijk voor de in- en verkoopactiviteiten van Holland Recycling. Nou, Holland Recycling, even in het kort, is een bedrijf dat zich heeft toegespitst op de recycling en reuse van hoogwaardige elektronica. Nou, dan kom je automatisch bij ICT-apparatuur ook terecht. Wat wij doen is, wij zijn 10 jaar geleden begonnen met het handmatig demonteren van elektronica. Wij zagen dat er heel veel door shredders gaat. En eigenlijk om die grondstoffen of die secundaire grondstoffen zo schoon mogelijk te houden, zijn wij begonnen met het handmatig demonteren van die elektronica. Nou, dat doen we met mensen die of medewerkers die een hulpje nodig hebben. Of zoals we ook wel zeggen, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En het bijkomend voordeel daarvan is dat je ook inderdaad onderdelen kunt harvesten. Want je bent de server uit elkaar aan het halen, dus je kunt heel makkelijk componenten eruit halen die geschikt kunnen zijn voor hergebruik. Dat is kort wat wij doen.
Ik vind het wel even leuk om nog te vermelden dat wij in 2018 zijn uitgeroepen tot de meest maatschappelijk verantwoorde ondernemer van Noordoost-Brabant. En daar heeft eigenlijk alles mee te maken dat het model wat wij voor gekozen hebben, het circulaire model, dat er eigenlijk heel goed gaat op met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dus wij proberen eigenlijk die, op alle vlakken proberen wij duurzaam te ondernemen. Nou, dan de stelling. Ik vind dat e-waste wel bestaat. En ik kan ook uitleggen waarom. In Nederland worden er zo'n beetje 500.000 servers per jaar vervangen of in ieder geval weggegooid of afgevoerd. Of in ieder geval, die zijn overbodig geraakt. En van die 500.000 servers is maar 25% komt bij gecertificeerde verwerkers zoals een Sims Recycling, zoals een Holland Recycling terecht. Dat zijn de Wielebecks gecertificeerde verwerkers waar Jelle het ook al over had. Dit zijn ook de stromen die geregistreerd worden. Dan heb je nog een gedeelte, zo'n beetje 10-11% wat refurbishment kanaal ingaat. Ook prima, wordt ook perfect geregistreerd. Dan heb je dus 65% wat niet geregistreerd verdwijnt. Dat wil niet zeggen dat materiaal niet gerecycled wordt of dat daar de juiste grondstoffen uitgehaald worden. Alleen daar hebben we geen zicht op. Een groot gedeelte verdwijnt rechtstreeks de handel in. Gaat als hergebruik worden verkocht naar andere landen. Vaak zijn dat de minder ontwikkelde landen ook wel. En een groot gedeelte komt via eigenlijk de verkeerde recycling terecht bij ontmantelbedrijfjes. Materiaal wordt niet geregistreerd. Bepaalde materialen, met name grondstoffen en waardevolle grondstoffen, die gaan daardoor verloren. Dus daarmee vind ik dat e-waste wel bestaat. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ook, zeker ook waar de grootverbruikers zitten, hè, en daar zitten we nu dus mee, dat wel voor een stukje bewustwording gaat zorgen. Want er is nog altijd heel veel materiaal wat misschien met alle goede bedoelingen verdwijnt, echter naar de verkeerde bedrijven. En wat er dan mee gebeurt, dat is eigenlijk waar we het net ook over hadden, materiaal verdwijnt, kan richting Afrika gaan, materialen worden uitgehaald. Materiaal heeft waarde, dus het verdwijnt niet onder de grond. Alleen het wordt verwerkt op methodes die gewoon niet goed zijn. Kinderarbeid komt dan aan bod. Het afbranden van kabels. Alles wat niet wenselijk is in deze. Dus in mijn opinie bestaat e-waste wel degelijk. Ik weet niet hoe Jelle daar tegenaan kijkt. Ja, ik ben wel positiever, Luc. Ja? Dat is mooi. Nee, uiteraard is het is er. Hè? Ik bedoel, we hebben heel veel consumentenstromen wat bijdraagt aan de e-waste problematiek. Maar als je gewoon letterlijk naar kijkt, als je kijkt naar de infrastructuur die we in Nederland hebben, en even toegespitst op Nederland, dan is e-waste is een materiaal voor het circulair maken van het wederom in de keten terugbrengen. Dus er hoeft geen enkele e-waste te zijn in Nederland. Eigenlijk in Europa en heel veel andere ontwikkelde werelddelen. Omdat als je het goed doet en je neemt je stuk verantwoordelijkheid en je neemt je producer responsibility, wat heel veel OEM's doen, middels wetgeving, maar ook de eigenaren van van het materiaal. Als je dat verantwoordelijk doet, dan heb je een keuze om die materialen te laten verwerken waarbij je niet bijdraagt aan die e-waste. En dat is wat Luc en ik ons heel hard voor moeten maken, is de wereld uitleggen, is dat het ook anders kan. En daar moeten we handvaten bij geven, daar moeten we uitleg over geven, we moeten zeggen wat goed en niet goed is. Ja. Maar in principe hoeft die wijze niet te bestaan. In de recycling heb je altijd een klein stukje, en dat is misschien een stof wat richting landfill gaat, of het is onze processen hebben altijd een klein percentage wat niet gerecoverd kan zijn, maar als je kijkt nog als je over 90 of 95% weggebruik van die materialen hebt, zet dat maar eens weg tegen het volume wat Luc net zei, dan praat je over significante aantallen. Ja, ik denk dat inderdaad precies waarheid is. E-waste hoeft er niet te zijn. Als ik simpelweg naar een server kijk die wij verwerken, dan heb je inderdaad misschien 1-2% heb je aan waste over. En dat is echt te verwaarlozen. En
Zelfs dat gaat nog met energieterugwinning, kan dat afgezet worden. Het praat ik puur even over een server. Dus op dat vlak inderdaad bestaat e-waste niet. Alleen als je naar de praktijk kijkt, ja, dan zeg ik van ja, e-waste bestaat nog wel degelijk. En dat is hartstikke jammer, want het hoeft niet zo te zijn. Dus ja. Wat dat betreft denk ik inderdaad dat daar nog genoeg werk aan de winkel is voor de hele keten. Ja, Luc, dank je wel. Ik denk dat jullie helemaal op één lijn zitten, hoor. Ik bedoel, Luc was natuurlijk even wat... hield ons even een spiegel voor van... ja, eigenlijk bestaat het niet, maar omdat we allemaal niet doen wat we moeten doen, bestaat het wel. Ja. Jelle zegt van inderdaad, het hoeft niet te bestaan als we ons gewoon... ja, nou ja, niet gewoon. Als we ons inspannen om hier werk van te maken. Ik vraag me nog wel even af, en dat is eigenlijk... dan kijk ik even terug naar ook mythe 1... Er liggen natuurlijk wettelijke verplichtingen dat je een bepaalde hoeveelheid van je IT-apparatuur hergebruikt. En misschien kunnen we daar straks nog even over ingaan, maar is dat niet vanuit de wetgeving gezien misschien een verkeerd signaal? Ik bedoel, sturen we de bedrijven ook wel met de juiste wetgeving aan? Want ik bedoel, als je natuurlijk de ladder van Lansing neemt, dan zou je kunnen zeggen, ja, je moet eerst hergebruiken en dan pas recyclen. En als je daar ook wettelijk op aangestuurd wordt, dan krijg je natuurlijk een verkeerd signaal als bedrijf. Maar goed, daar kunnen we misschien straks nog even over napraten. Als die wel multidimensionaal, hoor. Sorry? Als die wel multidimensionaal. Je ziet dat er heel veel wetgeving komt waarin als je kijkt naar product design, dan wordt er gekeken van, joh, kun je daar nou herbruikbare grondstof in? En dus er is wel heel veel wetgeving op komst waarin ik denk van ja, daar gaat de juiste goede kant. Dus okay. In plaats van dat je virgin plastics gebruikt, gebruik je de plastics die uit de recyclinglijnen komen. Dus er zijn wel heel veel initiatieven waarin je nu een kentering ziet van denken. En dat maakt het, dat maakt het versnellend in onze okay. Dat is goed. Ja, leuk. Oké, nou ja, goed. Ik ben niet helemaal op de hoogte van de wetgeving. Jullie vast wel beter, maar denk ook interessant om die aspecten te belichten. Want dat komt natuurlijk wel gewoon op onze klanten van datacenters en de datacenters zelf. Dat komt gewoon op ze af. Mythe 3. Simpele vraag. Doen wij als datacenterindustrie eigenlijk wel goed mee? Geven we het goede voorbeeld? Kan het beter en waar liggen die verbeteringen dan? Oftewel... De algemene vraag is, zijn we goed bezig? Nou hoop ik natuurlijk dat er waar uitkomt, maar goed. De meningen zijn verdeeld, maar neigt lichtelijk richting waar. Dat is goed. En ja, omdat we netjes elkaar afwisselen, wil ik daar Jelle nu even het woord over geven. Of hij misschien mooie voorbeelden heeft of getalletjes. Hoe wij doen als datacenterindustrie, en dan praat ik over zowel de multi-tenant-industrie als de hyperscaler-industrie. Waar kunnen we het allemaal nog verbeteren? Nou, ik was net wat positiever over e-waste. En hier ben ik ben het ermee eens. Ik vind dat we het waar. Oké. Wat een beetje haak staat op wat Luc net zegt, is dat de indicator nog heel veel volume niet transparant en zichtbaar is met wat ermee gebeurt. Maar ik denk dat we moeten als eerst moeten zeggen tegen deze industrie, door te zeggen, als je ziet de hoeveelheid energie en die erin gaat om onze industrie schoner te maken, als je ziet wat er op renewables ontstaat, als je ziet wat er over het gebruik van elektronica gebeurt. Ik geloof heel erg in het feit dat we naar de maan zijn. En nu gaan we kijken of we het efficiënter kunnen maken. Er stond een heel leuk artikel in het FD over de chipmachines van ASML. De laatste generatie. Dat ding is nu gemaakt. En nu gaan we kijken hoe gaan we dat ding schoner maken. Ik denk dat we zien in Nederland. We hebben inmiddels 1500 megawatt aan datacenters. We zien dat de eerste generatie datacenters worden vervangen. Dan moet je denken aan de gebouwen, aan de critical infrastructuur, aan de generatoren, aan de batterijen. Dat gaat goed. Ik denk dat we zien wat met name ook de trend doet van de grote cloudspelers. Als je ziet wat er gebeurt op de Open Compute Project, waarin ze eigenlijk zeggen, want dat is
Dat is eigenlijk wat die hele industrie roept. Is van, als we een doos hebben, dat gaan we squeezen, dat gaan we minimaliseren, dan gaan we zoveel mogelijk uittrekken. Nou, als je die methode neemt, dan zien we eigenlijk is dat technologische voortsprong. Als je kijkt naar de telco-industrie, die nu en masse naar de OCP-omgeving aan het gaan is, zie je eigenlijk dat het gebruik aan volume materiaal, dat gereduceerd wordt met echt tientallen procenten. Daar staat een groei tegenover, omdat we natuurlijk met veel mensen in de wereld zijn en dergelijke. Maar in absolute zin denk ik dat we echt hele goede dingen doen. En ik vind, wat ik zie aan initiatieven, aan collaboration die we in de industrie zien, op groot niveau, maakt dat echt een groot verschil. Ik denk dat alle hyperscalers enorm hun verantwoordelijkheid nemen. Ik zie dat alle OEM's die de materialen maken, heel veel verantwoordelijkheid erin nemen. Alleen, we zitten nog in een lineair model. En uiteindelijk is hetgene die het asset heeft, de CapEx, zeg maar, die dat afgeschreven heeft naar nul, die probeert daar een stukje restwaarde uit te realiseren. En daar zouden we nog eens naar moeten kijken met elkaar om te zeggen, van, joh, kunnen we dat nog beter doen? En misschien niet naar een restwaarde maximalisatie, als wel naar kijken wat we met die restwaarde kunnen doen en hoe kunnen we dat dan verantwoorden. En ik denk als we daar een stukje in balans vinden, is dat een hele grote stap. Oké. Luc, nog aanvullend? Nee, ik kan me er helemaal in vinden. Al moet ik zeggen, ik had inderdaad ik had eigenlijk gehoopt dat deze stelling met 3 keuzes was, gedeeltelijk mee eens of gedeeltelijk niet waar. Maar dat was helaas niet zo, dus ik heb gekozen voor niet waar. Ik ben misschien wel kritisch daarin, hoor, maar goed. Als ik kijk naar de dagelijkse praktijk, dan denk ik wel gewoon dat er nog heel veel verbeterpunten zijn. En ik denk als we die onder de aandacht brengen, en wat Jelle zegt, ja, op alle vlakken denk ik echt wel dat er behoorlijk veel aandacht voor is, met de OEM's voorop. Maar ik denk dat het datacenter zelf, de exploitant, maar ook degene voor wie de apparatuur is, ja, daar mag best wel een stukje bewustwording bij komen kijken. Dus ik blijf daarmee een beetje hangen in het vorige punt. Ja. Zouden jullie een getal durven noemen? Ik bedoel, en dan bedoel... dat er in datacenters zoveel honderdduizenden servers worden gebruikt? Mm-hmm. Nou, als je simpel rekent, Erik, je hebt 1500 megawatt in Nederland. Nou, zeg even dat je hebt ongeveer 150 tot 300 racks per megawatt. Nou, ben je even gemiddeld 200 racks. Ja, ik heb het ergens opgeschreven. Maar het zijn dus 1500 megawatt, ja, dat zijn een giga aantal racks. En je hebt 1000 kilo racks, dus je hebt het, zeg maar even, over 300 miljoen kilo datacenter. Apparatuur. Nou, REC bestaat uit 75% uit staal, 10% uit aluminium en 20% van die 300 miljoen kilo is zeg maar de rekenkracht, waar heel veel van de componenten in zitten, de smelterfracties, maar ook daar zit ook het meeste hergebruikpotentieel. Ja. Overigens zou je kunnen zeggen, kijk, een REC kan 20 jaar staan. Dus daarin verwacht ik nog wel, zeker in de OCP-suite, heel veel verbetering. Maar dat is eigenlijk wat we hebben in Nederland. 300 miljoen kilo apparatuur. Dat groeit alleen maar. Zeg dat we op een 5-jaars afschrijvingscyclus zitten. Dat is dan ongeveer wat de marktpotentie is in Nederland. Ja. Dus dat is een 5e deel van 300. Oké. Okay. Dat is een hoop kilo's, ja. Is goed. Nou, ga ik door naar de volgende stelling. Er is natuurlijk altijd een interessante discussie, zeker met datacenters. Daar staat allerlei gevoelige informatie, bedrijfsgevoelige informatie, overheids- en privacygevoelige informatie. En eigenlijk moeten we gewoon alles volledig vernietigen vanwege privacy-aspecten. Ik ben benieuwd wat we daarvan vinden. Dat privacy en dat soort zaken boven een hergebruik moeten staan. Ik ben heel benieuwd. Kijk. Nou, de meesten vinden dus dat
volledige vernietiging niet nodig is ten opzichte van de bescherming van de gegevens op die apparatuur. Dat is, tenminste, ja, bij ons, even kijken of ik niet hier een dubbele ontkenning heb. volledig vernietiging aan het einde van de lijn. Dat is niet waar. Oké, nou goed, ik ben heel benieuwd. Daarmee wil ik eerst Luc maar weer even het woord geven. Dan om zijn mening over deze stelling toe te lichten. Wat wij zien is dat inderdaad veel exploitanten, datacenter-exploitanten, zijn natuurlijk geen eigenaar van het materiaal. Je geeft aan, er staat data op een server, daar zitten datadragers in verwerkt. Dus vaak is de makkelijkste weg is om het hele apparaat maar te vernietigen. Dat is wat wij in de praktijk in ieder geval vaak tegenkomen. En het is heel lastig, omdat je vaak met die iCloud-dienstverlener of ICT-dienstverlener die daar, zeg maar, die eigenaar van het materiaal is, om daar om die vraag en die wens van hergebruik, om die daar neer te leggen. Dus wij zien dat de exploitant gewoon eigenlijk aangeeft van, nou ja, het moet gewoon vernietigd worden, punt. En wij geven vaak aan van, oké, er zit heel veel materiaal bij waar geen data op staat, of waar wel data op staat, maar die is relatief eenvoudig te verwijderen of te vernietigen. Zien wij toch vaak dat de wens is om het allemaal te vernietigen. En ja, dat is eigenlijk hartstikke zonde. Ik denk dat dat ook wel, dat ook wel moet veranderen. Er zijn hartstikke goede methodes om datadragers te vernietigen. Zowel machinaal, maar ook door middel van software. En ik denk dat daar gewoon ook nog een hele slag te winnen is voor de datacenterbranche. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, Jelle, maar of jij diezelfde mening deelt ten opzichte van het vernietigen. Of dat jullie... Nou, kijk, we zien dezelfde trend. Maar we zien eigenlijk twee trends. Je hebt de stelling, wat je eigenlijk, je ziet twee dingen naar voren komen. Je hebt het over het volledige product, dus dan heb je het over de hele server. Ja. En dan heb je het over de datadrager die erin zit. En dat is eigenlijk de harde schijf waar het op staat. Kijk, en wat ik wel zie is dat veel bedrijven zeggen, ik wil dat de datadrager vernietigd wordt, maar de apparatuur hergebruikt kan worden. Dus dat zien we wel in als trend. Nou, dan kunnen we een discussie hebben over, joh, waarom moet die datadrager nou fysiek vernietigd worden? Waarom vertrouw je niet op softwareverwijdering? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met weer de eindgebruiker. Dus het ministerie van Justitie of het ministerie van Defensie of de grote bank. Er zit zoveel ketenaansprakelijkheid in dat eigenlijk niet opweegt. Uiteindelijk niet opweegt tegen de restwaarde realisatie van zo'n harde schijf. Daarbij, die harde schijf die is afgeschreven. Die server is afgeschreven. Het is een zero dollar asset. Dus die staat voor nul in de boeken. Dus het is... Als je dat wegzet tegen elkaar, dan is het logisch dat die trend er is. Dat gezegd hebbende, als je een goede recycler hebt, dan krijg je 95% van dat materiaal terug. Dat is nog steeds niet goed. Hè? En nog steeds heb je liever dat je die hele schijf hergebruikt. Maar het is niet slecht. Nee, dat ben ik... Wat er hier ontstaan, Luc, en dat is eigenlijk andere componenten in de server. Hè? Dat is eigenlijk de trend van cloud spelers. Dat we niet alleen maar hebben over datadragers waar jou en ik ons surfgedrag op staat, of onze foto's, of onze bedrijfsapplicatie. Maar ook dat die servers worden gebouwd op specifieke wensen van de hyperscalers. En dat is een unieke IP, en dat zie je eigenlijk ook ontstaan, is dat ze niet willen dat bepaalde rekenkrachtbedekkingen, bepaalde kaarten die ze gebruiken, die zijn uniek voor hun product en die willen ze dus niet op de markt hebben. Dus we zien wel een toenemende trend van het vernietigen van elektronica. Ja. Ik denk overigens, om daar nog even een aanvulling op te geven, ik denk, je had het net over de harde schijven, ja, je kunt zo'n harde schijf kun je prima recyclen. Echter, ook daar zitten zeldzame metalen in. Die krijg je bij je recyclingprocessen gewoon niet fatsoenlijk uit. Die verdwijnen tussen je aluminiumfractie, of die verdwijnen gedeeltelijk tussen je aluminiumfractie.
Dus ik denk dat het ook voor een stukje, ook daar weer een stukje bewustwording is, dat we natuurlijk van die grondstoffen, en we hadden dat in de eerste sheet hebben we dat natuurlijk heel duidelijk kunnen zien, Erik. Ja. Dat we zijn natuurlijk gigantisch afhankelijk van landen zoals China, maar ook dadelijk Afrika met hun kobalt voor de lithium-ion accu's. Dus ik denk dat we daar ook eens bij stil moeten staan, dat we, zeker als we zo doorgaan, ja, dan leggen we onze hele technologie leggen we in handen van de Chinezen, de hele grondstof in de hele keten. Dus ik, ja, ik denk dat daar ook daar goed is om eens te kijken van oké, moeten we niet toch gaan naar de softwarematig vernietigen van data? En tuurlijk, iedereen heeft zijn belangen in die keten. En ja, wat dat betreft, wij krijgen dezelfde signalen, Jelle. Dus ik denk dat dat inderdaad helemaal goed is. Het RAM-geheugen mogen we eruit halen en de CPU mag er ook nog uit. Maar dan houden we dat snel op. En ja, dat is hartstikke zonde. Ja, duidelijk. Dank u wel. Ja, vanwege de tijd, want ja, het is een goede discussie, maar ik zie dat we alweer een beetje beginnen knijp te lopen met de rest van de stellingen. Dus ik ga proberen om de volgende stellingen er iets sneller doorheen te duwen. Nou ja, goed, het komt ook een beetje terug op de vraag die we van Elisabeth hebben gekregen. Ja, door allerlei nieuwe technologieën wordt het eigenlijk, de apparatuur die we nu gebruiken, is eigenlijk steeds beter te hergebruiken of te recyclen. Oftewel, de industrie, de OEM, de fabrikanten leren beter om te gaan met de materialen en het in elkaar zetten van de technologie, zodat het daarna ook weer beter recyclebaar wordt. Ik ben heel benieuwd wat we daarvan vinden. Ik stem zelf ook mee, altijd leuk. Nou, interessant. De meeste mensen denken dat dat inderdaad wel aan de hand is. Dat is een goede opening. Ik wil jou, Luc, nog een keer het woord daarover geven. Of jij het hiermee eens bent, of dat je denkt, nou, die nieuwe technologie, je hebt het net even, Jelle had het net even over de IP. Hè? Dus er komt steeds meer hele specifieke intelligent property in die servers, waarbij eigenlijk die dingen niet hergebruikt moeten worden vanwege het feit dat er dan technologie bij de concurrentie misschien terechtkomt. Dus ik vind hem wel interessant. Ga je gang. Dat is een hele interessante. Ik denk dat het voor het recyclen, ik zeg al, een server bestaat uit een aantal componenten en die kunnen perfect gerecycled worden. Die konden 5 jaar geleden perfect gerecycled worden en die zullen ongetwijfeld over 5 jaar nog steeds perfect gerecycled kunnen worden. Dus daarin zie ik niet echt een verbetering, zeg maar. Wat ik wel zie is bijvoorbeeld, een gedeelte van een nieuwe technologie bestaat bijvoorbeeld uit de superbelangrijke UPS'en die in de datacenter staan. Hè? Je hebt natuurlijk die continue stroomspanning nodig. Nou, vroeger waren dat altijd lood-zuur-accu's die gebruikt werden. Maar tegenwoordig zie je dat de datacenterbranche overstapt op lithium-ion-accu's. Om de simpele reden dat het de capaciteit is groter. Ze gaan langer mee. Alleen, ja goed, aan de recyclingkant is dat een stuk lastiger. De lithium-ion-batterijen die zijn één hartstikke gevaarlijk, brandgevaarlijk, vaak instabiel als ze bij ons aankomen voor de recycling. En ja, je hebt ook nog de vraag of het ethisch verantwoord is. Hè. Materiaal komt natuurlijk, het is kobalt, wat gewonnen wordt in Congo, conflictgebied. Voor milieu niet wenselijk, voor kinderarbeid niet wenselijk. Maar goed, dat is een beetje dezelfde discussie die je kunt voeren met elektrische auto's. Al denk ik dat er best wel alternatieven zijn voor die lithium-ion accu's. Maar dat maakt het er in ieder geval niet makkelijker op. Dus ik denk dat het... Ik vind dat een lastige stelling. Voor mijn gevoel... ik merk daar in ieder geval in onze dagelijkse praktijk... merken wij geen versoepeling daarin. Laat ik het zo zeggen. Dus voor ons... ja, ik merk alleen dat die batterijen, dat we daar erg voorzichtig mee zijn geworden. Ja, oké. Okay. Jelle? Ja, ik denk dat het op heel veel vlakken makkelijk is. Om een voorbeeld te geven, de frame en een server gebouwd om
build to last. Er zat een heel garantiemodel achter. Dan heb ik alleen over een server, maar goed ook over een switch, over een router. Ik werd altijd gebouwd build to last. Nou, als je een switch pakt van 20 jaar geleden, daar zitten, ik denk, 70 verschillende, 70 schroefjes in. Van die 70 schroefjes zijn er 6 verschillende types. Een rechte, een kruis, een torx, weet ik van. Als je het dus hebt over manual dismantling, ja, dan is dat heel lastig. Want dat is eigenlijk heel duur. En als je dan factor arbeid in Nederland wegzet tegen het handmatig demonteren van dat om het te kunnen recyclen of te kunnen hergebruiken componenten, dan wordt alles opgegeven door de componenten. Dus design voor recycling, design voor disassembly, doet zijn intrede. He, ik denk dat daar worden echt wel stappen op gezet. Kijk, wat Luc zegt, als je het hebt over batterijhandeling, ja, dat is voor ons als industrie heel ingewikkeld. Het gaat over aansprakelijkheid, het gaat over het ophalen, het gaat over het omladen. Ik denk dat we daar samen moeten werken met de industrie, met de partners, he, waarbij we eigenlijk voordat we het ophalen, die energie terug op de grid kunnen duwen. Dus, maar daar zijn we nog niet. Maar ik denk dat als je er in zijn geheel naar kijkt, dan denk ik dat het wel makkelijker wordt. Oké. Okay. Nou, dat is goed. Nou ja, dan zijn we het daar wel redelijk over eens. Dus dat is op zich goed. Alleen, ja, ik merk wel een hele kritische noot van Luc over de nieuwe batterijtechnologieën. Die inderdaad wel heel hard gaan op dit moment. En grootschalige batterijen worden ook steeds vaker op lithium-ion gebaseerd. Nee, je ziet langzaam maar zeker ook wel weer alternatieven komen op dit. Deze battery pack, zeg maar. Dus ik denk dat dat voor de toekomst in ieder geval ook weer heel anders eruit komt te zien. Oké, okay. Is goed. Wat een risico, hoor. Dat, ja. In de hele transportwereld, er zit een hele hoop claimbaarheid in. Dat maakt het zeker niet makkelijk. Nee. Oké, okay. Is goed. Ja, tijdens de voorbespreking hebben we het er ook al even over gehad. Ik vind de volgende super interessant. Mythe 6, dat gaat over. Als je naar de hele lifecycle assessment kijkt van servers, dus heb ik het even specifiek over servers, inclusief het winnen van de materialen, dan hebben we daar met z'n allen eigenlijk nog wel heel veel te doen. Ik hoorde wat percentages van jullie, ik zal ze nu nog niet verklappen, die mogen jullie zelf noemen. En daar schrok ik eerlijk gezegd wel van. En dat geeft natuurlijk ook weer het belang aan van recycling. Dus ik ben benieuwd wat het publiek daarvan vindt. Tromgeroffel. Er is nog maar weinig. Ja, we moeten uitkijken dat dit natuurlijk een dubbele ontkenning is. Dus er is nog maar weinig te winnen. Nou, dat is dus niet waar. Dus iedereen vindt dat er nog heel veel te winnen is. ja, Jelle, aan jou het woord. Ja, nou, er is nog heel veel te winnen. Hè? Dat klopt. Dat is absoluut waar. En er zijn een aantal hele interessante trends die op ons afkomen. Kijk, iedereen hoort het tegenwoordig over decarbonisation. Je hebt het over dematerialisation. En ergens doet de cloud een hele hoop goed. Wat we met elkaar doen is het feit is dat we de krant digitaal lezen. Het is een amas dematerialisation wat technologie ons kan brengen. Maar als je kijkt naar wat dat doet, zo'n lifecycle management van een server, ja, daar zie je heel veel nieuwe initiatieven. Ik heb het al genoemd, de OCP is een platform, een Open Community Project, waarin in een industriebrede omgeving erg hard wordt gewerkt aan niet zozeer de unieke IP, als wel zozeer het generieke product wordt daarin ontworpen om langer mee te gaan. Dus in die zin, we zijn nu echt de nieuwe generatie servers, waar we echt bepaalde motherboard componenten heel simpel kunnen vervangen, waardoor je eigenlijk de shelf overhoudt. Dat komt eraan. Daar zijn we nog niet, maar dat is echt hard onderweg. En wat ik eigenlijk ook nog wel wil vermelden, is dat je ziet een enorme trend in scope 3 en scope 2 emissies. En waar we in de hele industrie nu gaan kijken over het gebruik van elektra, POU, zien we eigenlijk is dat de volgende stap in de keten wordt je scope 2 en scope 3 emissies inzichtelijk maken. En wat je dan dus eigenlijk ziet, is dat je carbon, je embodied carbon, wat betekent hoeveel carbon heb ik nodig om dat ding te produceren,
dat is ongeveer 4 staat op 1. Dus het is ongeveer 80% van een ding te maken versus 1 voor het verbruik ervan. Dus waar we nu heel erg zitten op de energieverbruik daarvan, dat zien we straks die trend naar die hele industrie gaan van het maken van die servers. En ik heb de stellige overtuiging, want ik zie wat deze industrie kan, wat het heeft gedaan, ja, dan dat gaat 100% goed komen. Wetgeving gaat ons daarbij helpen. Voor degene die het nog niet weet, we hebben de Green Deal, die komt eraan, er komt wetgeving aan. Wat de EU Border Carbon Border Tax is. Nou, wat doet dat? Zometeen, op het moment dat jij een server bestelt in China en die hang jij in je datacenter, dan ga jij betalen voor de embodied carbon. Nou, wat gaat voor twee manieren verzorgen? We gaan verzorgen is dat we misschien wel weer wat gaan produceren in Europa. Dat zien we eigenlijk al in de chipindustrie. Hè? Die trend zien we al ontstaan. Dit gaat daar 100% aan bijdragen. En wat we gaan zien is dat embodied carbon, dus daadwerkelijk heel veel van onze initiatieven, het closed loop maken van recyclingmaterialen, een vogelvlucht gaat nemen. Daar ben ik van overtuigd. Dat betekent dat we langer gebruik maken van bepaalde grondstoffen. Zeg het rek blijft langer staan. De connectivity blijft langer staan. En we gaan ook kijken van oké, wij als recyclingindustrie worden de toeleverancier van die maakindustrie door het closed loop maken van een bepaalde materiaalstroom. Dat kan omdat cloud uiteindelijk de massa heeft. Dat is mijn stellige overtuiging. En daar worden we een beetje bij geholpen met wetgeving die ze hebben. Dus er is een wereld te winnen, maar ik denk dat we heel erg hard de goede kant op gaan staan. Oké, dankjewel Jelle. Luc, nog aanvullende gedachten hierover? Nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik moet zeggen dat, ik vind wel leuk om nog even te vermelden, dat bijvoorbeeld zo'n OCP, dat die gewoon ons als sector ook gewoon actief benaderen om onze visie daarop te zien. Dus ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik denk inderdaad dat de toekomst is. Oké. Ja, dan komen we straks bij de laatste stelling. Die is natuurlijk we gaan het daarover zien. Ik vind hem interessant, omdat, zoals jij aangeeft, Jelle, er komt wetgeving op ons af. Wij gaan straks een soort belasting betalen, milieubelasting noem ik het maar even, op grondstoffen die verwerkt worden in de servers of andere elementen binnen het datacenter. Dat is natuurlijk het stokverhaal. Wat ik ook merk is natuurlijk, en dat hebben we eerder over gehad, is de transparantie. Hè? Waar blijft mijn apparatuur? Bibelex-certificaten helpen daarin. Denken jullie dat een verbetering van die certificering en de meer transparante rapporteren, dat de recycling nog verder zal versnellen? Dat is een bijna unaniem. Transparantie. Nou, die hebben we vaker gehoord in de datacenter-industrie. Geldt voor de hele IT-industrie qua verbruik van wat dan ook, water, stroom. Maar ik denk dat we dus unaniem ook mee eens zijn dat ook de transparantie noodzakelijk is wat betreft de recycling. Luc, hier nog aanvullende opmerkingen over. Wat je zegt, ik denk dat transparantie key is in dit verhaal. Wheelabags is daar heel belangrijk bij. En voor degenen die niet weten wat Wheelabags is, heel even kort. Wheelabags zorgt er eigenlijk voor dat je krijgt materiaal binnen en er gaat materiaal uit. En dat moet een evenwicht zijn, dat is één. En twee is, waar gaan die materialen naartoe? Wij kunnen als Wheelabags verwerken, kunnen wij niet onze materialen over heel de wereld sturen zonder dat wij weten wat er vervolgens mee gebeurt. Dus wij zijn verantwoordelijk voor de materialen die wij vervolgens, dus zeg maar onze secundaire grondstof, die wij vervolgens wegsturen. Wat gebeurt daarmee? Welke recycle doelstellingen halen ze daar? Dus die hele keten die is inzichtelijk. En die wordt jaarlijks gehercertificeerd. En moet je kunnen aantonen waar je met je materiaal naartoe bent gegaan en wat hun daar vervolgens weer mee doen. Dus dan heb je al een heel gedeelte van die keten, die heb je inzichtelijk. Nou, dan maken wij downstream informatie op. Nou, die moet weer voldoen aan de wettelijke eisen. Dus ja, dan ben je in ieder geval, als datacenter, ben je er in ieder geval van verzekerd dat als je materiaal aan een Wheelabags gecertificeerd bedrijf geeft, dat je secundaire grondstoffen op de juiste manier terechtkomen. Als je dat
voor Europa of wereldwijd bekijkt. Wheelabags is Europese wet- en regelgeving. Echter, de interpretatie die is niet heel Europees geregeld. In Nederland hebben we denk ik heel goed geregeld. Maar er zijn ook nog heel veel landen waar ook nog een hele slag te winnen is. En ik denk dat als je gaat kijken naar verdere transparantie, ja, dan kom je denk ik bij de blockchain uit. Hè? De hele keten inzichtelijk hebben, transparant hebben. En als die op de juiste manier is ingericht, dan denk ik dat je zowel voor je toeleveranciers als voor je eindproduct, dat je daarmee compleet inzichtelijk en dus ook transparant hebt wat er met die materialen gebeurt en hoe dat het gebeurt. Dus ik denk dat dat de komende jaren in ieder geval wel een flinke vlucht gaat krijgen. Oké. Okay. Ja, dan nog aanvullende opmerkingen over deze laatste stelling. Nou, daar hebben jullie voor nodig. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Kijk, wij als recyclingindustrie en hergebruikindustrie, vaak gebruiken we het woord recycling als zijnde dat het alleen maar door een shredder gaat. Wij hergebruiken de loven land zeker. We hebben jullie heel hard nodig om ons op een andere manier te belonen dan dat we in het oude model doen. Het hele oude model, klassiek model, lineair, daar wordt nog steeds heel veel op afgerekend. Dat betekent dat wij al onze kosten die we maken voor die processen, dat soort dingen, halen uit de grondstofwaarde of uit de hergebruikwaarde. Nou, dat is niet transparant. Want dat betekent eigenlijk, en dat is eigenlijk denk ik het fundamentele probleem van dat materialen gaan daar waar je niet wilt dat het heen gaat, is omdat we uiteindelijk niet transparant hebben wat het kost en dat ook niet willen weten. Want als je dat wel wil weten, moet je meer betalen. Nou, en dat eigenlijk, dat model, dat moeten we zien doorbreken. Dus ik denk dat de recyclingindustrie zit echt in een enorme transitie. Niet alleen in technologische ontwikkeling die wij in onze materiaallijnen zetten. En, met technologische nieuwe shredders, sink float installaties om plastics beter te sorteren, weet ik van. Daar gaat gigantisch veel in om. Maar wij worden eigenlijk een dienstverlener. We worden betaald voor het verwerken van iets. En uiteindelijk die grondstof, die gaat terug in die keten. En als je dat dan kan aanbieden tegen 10% van de carbon, wat normaal gesproken een Earthmind product is, en dan sluiten we de keten. En als we gaan betalen voor die carbon, en dat gaat gebeuren, ja, dan hebben jullie ons heel hard nodig. En wij jullie. Ja, ik begrijp hem. Dat is natuurlijk een lineair model. Een mooi voorbeeld is natuurlijk altijd het plastic hergebruiken, waarbij het nieuwe plastic zo goedkoop was dat het geen business case was om het hergebruikte plastic in te zetten. En dat kan je natuurlijk door dit soort belastingen, nou maar heffingen, zou je dat natuurlijk kunnen gaan veranderen en die stroom kunnen omdraaien. Ja, heel goed. Dan hebben we nog, hoe lang hebben we nog? Nou, nog 5 minuutjes voordat het 1 uur is. Ik kijk even rond of er handjes opstaan. Nou, die zie ik niet. Hebben we de vraag van Elisabeth beantwoord eigenlijk? Ik ben even... Ja, min of meer wel. Wat Elisabeth natuurlijk zegt is van... Ja, dus hoe kunnen we nou misschien hetzelfde werk wat we nu allemaal doen in datacenters met minder materiaal doen? Mm-hmm. En dat is wel een interessante vraag. Als ik kijk naar, als ik even een opzetje mag geven, ja, server density, rekencapaciteit, het neemt gigantisch toe en de efficiëntie daarvan wordt gelukkig steeds beter. Maar aan de andere kant is onze digitale honger niet te stillen. Dus is het mogelijk om zometeen onze digitale economie met, laten we zeggen, minder rekenkracht kan sowieso niet, maar met minder materiaal vorm te gaan geven? Ik vind hem heel lastig, maar we kunnen als afsluitende vraag die nog even bij jullie neerleggen. Dan begin ik even met Luc. Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ik durf daar ook, om heel eerlijk te zijn, geen antwoord op te geven. Om de simpele reden dat ik... de toekomst vraagt inderdaad om meer, om meer energie, denk ik. Hè? Meer rekenen, meer... En of meer rekenkracht, ja. Ja, reken of dat dan met minder materiaal kan. Ja, ik denk dat het een mooie uitdaging is voor de industrie. Maar
of dat daadwerkelijk ook kan, ja, dat, ik durf daar geen uitspraak over te doen, om heel eerlijk te zijn. Ja. Gelukkig hebben we natuurlijk nog deze wet van Moore, die doet het nog steeds redelijk goed. Ja. ASML leidt daar in de wereld met steeds betere nanotechnologieën. Maar ja, ondertussen merken we natuurlijk ook dat die machines, die vreten ook weer zoveel energie. Het is natuurlijk altijd een beetje optimaliseren. Maar ja, voorlopig zien we gelukkig nog niet het einde aan de wet van Moore. Alhoewel er natuurlijk op een gegeven moment wel gewoon fysiek einde zal ontstaan. Want ja, veel kleiner dan 1 nanometer wordt het denk ik lastig. Alhoewel er is nog wel een getal en dat heet pico. Dus we zullen het zien. Maar ik denk dat voornamelijk een vraag is aan de IT-industrie of aan de chip-industrie. Om te kijken of het met nog minder materiaal nog meer rekenkracht uit kunnen trekken. Maar Jelle, jij nog even als afsluitende vraag en daarna denk ik dat we de zaak moeten afsluiten. En dan geef ik jou nog even het laatste woord en daarna natuurlijk ook nog even het laatste woord als afsluiting. Ja, Erik, bedankt voor deze sessie. Ik hoop dat het interessant was. Voor degene die er meer over wil weten, de gegevens zijn bekend. Ik zou zeggen, reach out. Degene die eens een keer op een recyclingplan wil kijken, kom bel me gerust. We gaan even rond. Ik hoop dat we nog eens een keer een sessie kunnen doen en misschien wat Martijn net voorstelt om eens te kijken om eens nog een beetje dieper in de materie te duiken. Lijkt me hartstikke goed. Voor degene die echt in de circulaire elektronica-industrie zit, heb ik nog één dingetje. Kijk eens op de CEP2030.org. Ik zal het even in de chat gooien zo. Maar dat is eigenlijk een industrie-initiatief samen met non-profit organisaties, waarin we eigenlijk 40 kapstokjes geven om onze industrie circulairder te maken. Dat gaat van het designen van een product tot het recyclen van een product. En daar zijn misschien best wel wat interessante aanknopingspunten voor dezegene om daar eens te doen. Er zit een bepaalde visie in, een roadmap. Het is leuk om eens een keer, als je een uurtje over hebt, om er eens een keer in te duiken. Dus dat zou ik graag willen zeggen. En ik zou de Dutch Data Center Association willen bedanken voor deze sessie. Oké, Luc, nog een laatste afsluiting. Ik sluit me aan bij Jelle. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging. En ik hoop dat het een vervolg mag krijgen. Ik denk in ieder geval dat het een onderwerp is wat de komende tijd goed is om daar wat vaker bij stil te staan. Dus in ieder geval bedankt. Ook de bezoekers bedankt dat jullie de tijd hebben genomen om naar ons te luisteren. Ik hoop dat jullie er wat van op hebben gestoken. En zoals Jelle ook zei, we zijn altijd goed bereikbaar, benaderbaar. En ook voor ons, als iemand een keer wil komen kijken, een kijkje in de keuken wil komen nemen, van harte welkom. Oké. Okay. Ja, Luc, dankjewel voor jullie deelname en jullie uitgebreide visie op zaken. Heel leerzaam. De sessie is opgenomen. Wij zullen die ook posten op de DDA-website. En ze dus voor de aanwezigen, die kunnen altijd de link nog eens doorsturen naar hun collega's of andere geïnteresseerden. Dat staat geheel vrij. Bij deze een prettige dag verder en graag tot een volgende lunch- en learn-sessie.